heel speciale actie. Kan je daar iets meer over zeggen? Want het is toch iets speciaals dat jullie brengen? Wel, het is zo dat mijn neef, zijn enige zoon, die heeft vorig jaar in september de diagnose gekregen van een zeer zeldzame spierziekte. Er zijn slechts 200 gevallen gekend in België. Er is eigenlijk weinig onderzoek naar gedaan. Meer naar voren, je moet direct pak het. Ja, op uw handstreeks maar. Er is hier in België nog zeker geen medicatie te vinden. In Amerika zou er een heel klein farmaceutisch bedrijfje zijn die ermee bezig is. Maar dan krijg je natuurlijk weer die vicieuze cirkel van als het commercieel niet veel, als ze dan niet veel kunnen afzetten, wat gaat het dan kosten? Gaat het wel genoeg geproduceerd worden? Wanneer geraakt het in Europa? Wanneer wordt het dan hier weer gehomologeerd? Dus wij hebben nu met de processie, dat is de improvisatiegroep die ik in 2005 vast al, denk ik, heb opgestart en jaren mee opgetreden, zijn nu met al de oude leden van toen nog eens samengekomen. Dames en heren, we spelen het ABC-spel met deze vier geweldige spelers. Zij gaan elkaar aflossen wanneer er fouten komen. Die gaan sowieso plaatsvinden. Wat is de bedoeling van het spel? Ze gaan telkens de volgende letter van het alfabet gebruiken om hun nieuwe zin te starten. Bij fouten wordt er door het publiek massaal die geroepen. Dat zal ik nu op mij nemen. En wisselen ze. Ik ga hun een suggestie geven. Zij zijn op een eerste schooldag op de speelplaats. Een eerste schooldag op de speelplaats. Misschien een letter van meneer waarmee de scène mag starten. De C. We beginnen met de letter C. Geert mag de scène starten met de letter C, dames en heren. Carloske, kijk, en dit is nu meester Piet. Hè? Dat is een heel kleine meester. Ja, maar... Daai! Dat is toch wel een hele kleine meester? Ja, ja. Daai! Dat is toch een hele kleine meester? Heerster is voor u. We hebben nog een cadeautje mee. De eerste schooldag, normaal is dat de laatste schooldag. Wat zie je? Normaal is dat de laatste schooldag. Om hier nu op aanstaande 9 december een benefietvoorstelling te doen voor Lou. Om die reis naar Amerika te bekostigen. En ook, zij hebben geen enkel idee hoeveel dat medicament gaat kosten natuurlijk. Hè. Dat kan in de honderdduizenden euro's zijn. Dus,